Diederik Simon, kampioen in de twee zonden met Roel Braas. Nou, een ongekende race en een onvoorstelbare prestatie. Ja, dat ik, vanochtend zag ik nog niet zo zitten hoor, dat we zouden winnen. Dat ging niet zo goed. En toen dachten we, nou jongens, nou even alles op alles. En dat betaalt zich uit, zo zie je maar weer. Hè. Het kan altijd weer op een andere manier gaan dan je denkt. En daar ben ik wel blij om, ja. Nou, het was even spannend aan het einde. Ik dacht, nou verdomme, dan moet het toch wel even net voor liggen. Dat zou het verhaal helemaal mooi maken. En dat gebeurde, dus prachtig. Roel Braas, een partner waar je niet zo gek veel races in de twee zonden mee hebt gevaren. Een ideale partner? Nou, ik heb nog nooit een wedstrijd met hem gevaren. En het zijn eerste seizoen in de boordboten. En het is nog een beetje zoeken, maar nou ja, als hij eenmaal de kracht op het water heeft, dan heeft het wel zin, ja. Dan heb je daar zeker wat aan. Roel, voor jou skiff of twee zonden maakt allemaal niet uit, hè? Nou ja, die hebben nu één riem hè, in plaats van twee. Dus ja, dat maakt het. Nou ja, nee ja. Dit is gewoon echt een bizar goede race van onze kant uit. En we hebben echt gewoon voor gevochten. En Simon, die op de 1500 meter. Op een gegeven moment dacht ik, ik val om. Maar Simon trok me nog van doorheen. En het laatste stuk was echt bizar. Het is echt ongekend hoe dat ging. Moest Simon nog wat zeggen dan tegen jou? Nou, dat voelde ik wel. Ik voelde wel wat hij wou. En gelukkig wist ik nog energie uit mijn lijf te halen om mee te gaan. Maar echt een betere partner had ik me niet kunnen wensen.